Noten lezen kan handig zijn. En de C-toonladder die ik liet zien, is de eerste mooie stap om daar mee om te gaan. Dus nogmaals even versneld. C, D, E, F, G, A, B, C, C, B, A, G, F, E, D, E. Nou is het zo, dat zijn de hele noten. Maar je hebt ook halve noten. En je kunt halve noten naar beneden brengen en halve noten omhoog brengen. Naar beneden zeg je, dan doe je er een mol bij, zo noemen ze dat. En omhoog betekent een kruis. Nou, hoe ziet dat eruit? Dit is de C-noot. Maar de C-noot, dus kan ik ook naar de D-noot springen, maar er zit een noot tussen. Dus als ik nu van de C omhoog ga, dan betekent het eigenlijk dat er een kruisteken bij komt. En zou ik de C naar beneden, dan zou ik een mol gebruiken. C omhoog gaan we nu eerst behandelen. Kruis. Daarna krijgt die D, hebben we gezien. Dus C krijgt een kruis. D krijgt een kruis. E kan ik hier verhogen, maar dat laat ik even in het midden nu. Even overnieuw. C kan ik verhogen, dat is een kruis. Een kruis schrijf je eigenlijk als het woord is. Dus dan staat hier de grondnoot C, of de C. En dan staat er een kruis bij, dat is dit. Dan krijg je dus eigenlijk met het woord is erachter een C, met is erachter is cis. D kun je verhogen. Krijg je een kruis, dan komt het woord is achter. Dan staat er dies. Dan heb je een E. Die vervolgens, gaan we niet verhogen. We gaan naar de F. F kunnen verhogen. Dan komt er een kruis. Dat betekent, het woord is er weer achter. Met de grondnoot F erbij, staat er vies. G kunnen we verhogen met een kruis. Er staat er een woord is achter. En met de grondnoot erbij is het gies. Dan gaan we naar de A. Die kunnen we ook verhogen. Maar dat is een beetje lastig om uit te leggen. Maar in principe is het verhogen. Je kunt hier naartoe gaan. En dan staat er AIS. Dat is dus een A met het woord is erachter, dus hier is het kruis. Ais, dat klinkt een beetje raar. En de if wordt dan vaak overgeslagen, maar laten we het nu even als ais benoemen. Dus A, kruis, het woord is erachter, ais. Dan gaan we naar de B. Dan moet ik even... B is daar. En daarna komt eigenlijk de C. Je ziet niets tussen. Dus dit kan ik, de B kan ik niet verhogen. Ik kan hem verhogen, maar dan wordt het de C. Dus ga ik samengevat. C. Cis. D. Dies. E. F. Tussen de E en de F kun je niet verhogen. Vies. G. Gies. A. Ais. C kun je niet verhogen.